En ze hebben er zin in. Gespannen koppie zie ik. Oh, oh, oh. De 5 en de 10 kilometer. Vanmorgen hebben we de kietserun gehad. Met heel veel winnaars en vandaag ook natuurlijk. Ja, wie gaat winnen? Ja, dat weet niemand. Chris, ga jij winnen? Ik weet het niet. Ja, zomaar zo. Ja. 44 minuten, 10 kilometer. Daar gaan we voor. Ik zie iemand kijken zo van, dat doe ik gewoon veel sneller. Ja, dat kan, dat kan. Jongens, meer naar achteren, meer naar achteren. Onder de bal graag. En er is ook een prijs te verdienen, hoor ik net. 50 euro, klopt dat? Ja, ja, ja. En dan moet je de tijd van 31.08 verbeteren. 31.08 verbeteren en dan krijg je dus 50 euro. Nou, dan ga je toch wel harder van rennen, denk ik. Hè? 50 euro. Dan kun je lekker vanuit eten vanavond. We zijn nog op zoek naar de vorige auto. En de EHBO moet natuurlijk ook aanwezig zijn tijdens de rit. Nog verder naar achteren graag. Nog een metertje op 20 naar achteren. Niet smokkelen, hè? Niet smokkelen. Gewoon naar achteren. Jawel. En wat is het weer lekkere mensen. Het is een beetje fris, maar het is droog. En wat gaan jullie straks afrennen? Oh, oh, oh. Ja, mij niet gezien hoor, echt niet. Windje in de rug. En voor de vrouw hebben we ook nog een premie voor 35 minuten 11 te verbreken. Een premie ook van 50 euro voor de dames. Dus 31.08 voor de heren en 35.04 voor de dames. En we hebben ook een speciale categorie beste wervenzover. Ik dacht dat ik dat was, maar dat is niet zo. Nee, helaas. Dan moet je voor rennen blijkbaar. Ja. De beste wervenzover. In het postcodegebied 1693, denk ik. Jawel. En ze gaan van start. Zet hem op, zet hem op. Laat je niet gek maken. Goed zo kan je, schakel door, zit door. Oh nee, dat was met de kidsrun vanmorgen. We beginnen nog net. Zet hem op en ik zie jullie straks hier bij de finish. Nou, dan hebben ze mij gevraagd om het ongeveer een beetje vol te praten. Dus ik heb een moppenboekje meegenomen. En ik begin bij mop 1. Nee, dat doen we niet. Maar er wordt nu al gelachen. Hé, hey, er loopt eentje de verkeerde kant op, Alex. Ga je zo finishen? Oh, je gaat heen en weer, dan heb je even goed gestart en gefinished. Je wilt trouwens een leuk nummer 1, 2, 3. Dat is ook van de pers, dames en heren. Sportief, sportief, ja. En af. Goed zo, man. Sterkte. Thank you.
Long live the idols, may they never be your rivals. Pop was like Jesus, now I broke the
surviving. And what you just heard, you tell a glorious sin. No, I be my mentor and I let the story begin. Thank you.
Ja, leuk om te vermelden is dat straks eigenlijk over 5 minuten de eerste alweer binnenkomen. We zitten nu op ongeveer 12 of 13 minuten. En de eerste van de 5 kilometer komt rond de 18 à 19 minuten aan. Dus ja, dat is vrij vlot. Doe het maar eens na. De dames en de heren, 5 kilometer straks hier over de finish. Gaat vrij vlot, toch? Volgens mij komen daar de eerste binnen. Van de 5 kilometer nummer 110. Jawel, goed gedaan. Thank you.
En de volgende komt er ook aan. Nummer 126. Goed gedaan, jawel. Nummer 2. Waarom waar blijft nummer 3? Nummer 3, waar is nummer 3? De snelste tijd was 18:36. Doe dat maar aan. 18:36. Ik douche meestal in die tijd. Ja, vind ik lekker. Snelste tijd, 18:36 om te douchen. Ja. En daar komt nummer 3 op. Ja, zet door. 119. Jawel. Goed gedaan. 5 kilometer. Gaat het goed? Ja. Niet lekker, nee. Je was niet fit. Niet helemaal. De eerste dame. Gefeliciteerd. 124 komt ook binnen. 101, heel goed. De eerste dame al winnen. En 105 is ook binnen. Stop de dijk. Goed gedaan. Je zou zeggen voor de kinderen, maar 133 is er ook. Gefeliciteerd, goed gedaan. Goed gedaan ook, jullie. Applaus, jawel. Running to detect tempo. Goed gedaan, nummer 83. Hé, wat zit erop? Nou, was je fit? Mooi. Niet oud geweest gisteravond, laat gewoon. Oh, toch wel. Ja, ik zag het al. Ja. Goed gedaan hoor. En de derde dame. 113, goed gedaan. Keurig hoor. Oh, vader en dochter is dit. Keihard die vaders tegenwoordig. Ze willen zelf, ja. Goed gedaan, gefeliciteerd.
ook volgens mij de vijfde dame, nummer 82, goed gedaan. Ook hij is binnen, Sander, goed gedaan man. Ze noemen hem ook de Witte Ridder, nummer 122 is ook binnen. Goed gedaan mannen. Ja, en ze komen er allemaal met bosjes binnen, mensen. Zit nog even door, Rob. Kom op, ga even door. Zit door, kom op, kom op. Bloed, zweet en tranen, mensen. Ga door, goed zo. Ik heb me net laten vertellen dat de eerste renner van de 10 kilometer er bijna aankomt. Ik wil u niet demotiveren voor de mensen van de 5 kilometer, dat vind ik ook heel erg knap, maar die eerste van 10 kilometer, ja, die komt er bijna aan, heb ik me laten vertellen. Maar wat een prestatie, hè? 5 kilometer, doe het maar na, bloed, zweet en tranen vandaag op deze mooie dag. Met de Hugo Tagelo. En onze hoofdsponsor, ook over de vingers. Goed gedaan, Theo. Dat is een voorwaarde, hè? Als je sponsor moet je ook mee rennen. Ja. Doe Hugo, Kagelo. Die nummer.
De meeste reacties tot nu toe zijn toch van, nou, het was wel pittig. Ik was niet zo fit. Dat kan gebeuren. Maar geef jezelf even een schouderklop, want je hebt het wel volgehouden. De 5 kilometer hier bij de Hugo Kaagloop. Met allemaal dames en heren uit, nou ja, uit alle plaatsen eigenlijk. Hè? En degene van de 10 kilometer, de eerste, die komt er al bijna aan. Als je op de eerste kunnen blijven staan, zou perfect zijn. Oh, okay. Oh, ja, ja, ja. Ja, dat is volgens mij de nieuwe ronde, toch? En voor de mensen die nu zijn gefinished, worden verzocht niet terug te gaan lopen met een vriend of vriendinnetje nog even mee te wandelen, want dan wordt dit namelijk 2 keer geteld en dat geeft alleen maar verwarring. Dus blijf bij de finish als je finish. Goed gedaan, dames. Niet nog wel 5 kilo even erachteraan. Wat een prestatie, mensen. 5 kilometer. Doe het daarna. Geef je een groot applaus. De laatste loodjes. En een vriendje met de begeleider de bijna aan. Heel goed gedaan. Dat is de winnaar van de Hugo Kaagloop nummer 1. Hij is binnen de 10 kilometer. De winnaar heeft met 31-10 de 10 kilometer gewonnen. Hoe knap is dat? Het moet nog definitief worden bepaald voor ik. Daar wordt natuurlijk nog over vergaderd straks. En dan hebben we nog een prijsuitreiking in de kantine van VVW. Dus niet hier, maar bij VVW. En dat zal zijn die rond 1 uur. Klopt dat? 1 uur, de prijsuitreiking. 1 uur bij VVW gebouw. En het leuke om te vermelden is dat je startnummer ook een lotnummer is. We hebben namelijk een grote loterij. Hoe leuk is dat? We zitten in de prijs ook vandaag. Weer in de winnen. Altijd prijs. Goed gedaan allemaal. 5 kilometer en de winnaar van de 10 is alweer binnen. 31-10 ongeveer. En daar komt nummer 2 op. Jawel, nummer 200. Is dat nummer 3? Nummer 3 alweer, niet maar nummer 2 jongens. Die staat er vlak achter. Ah, maar zo zit ik er niet eens in. De eerste 3 van de 10 kilometer zijn gewoon aan het winnen. Als je hier staat bij de virus lijkt het wel een loterij met al die getallen. En er is nog steeds geen bingo. Maar straks in het VVW gebouw bij de prijsuitreiking is je eigen lotnummer of je startnummer een lotnummer. Dus maak je kans op prijzen. En zorg dat je erbij bent. Want dat is alleen maar leuk voor het publiek. Nummer 4 komt binnen. Nummer 54. Goed gedaan.
En nummer 5. En nummer 6. Goed gedaan. Onder 5 kilometer. Goed gedaan, dames. En de mannen van de 10 kilometer. Goed gedaan. Goed gedaan.
Ja, en laat je nummer ook zien over de finish. We weten wie je bent. En dat is ook meteen je lotnummer tijdens de prijsuitreiking. Of een loterij moet ik zeggen. Tijdens de prijsuitreiking een loterij. Neem je eigen startnummer, dus je weet nog prijs over meer. En volgens mij ziet het. Tweede vrouw. Tweede vrouw die finish van de 10 kilometer. Gefeliciteerd. Goed gedaan. Bloed, zweet en tranen, tegen Roffel, ja, we zijn allemaal bij mensen bij de finish hier, van de Hugo Kaglo. Met chocomelk. Ik denk die jas. Oh. Nee, ja, ik denk ik doe gewoon de start. Ja, die jas zat ik niet. Oh, ja. Dat is waar. Mogelijk jij? Geen idee. Kom op, Chris, nog even iets. Hé, maak jij een geval dan? Huh? Gewoon een stipje op de voorhoofd en andrukken. Die? Ja, komt ie. Is je nummer, laat je nummer zien als je over de vier staat. En de waar je nummer. De normaal, hè? Voor de loterij straks in het clubgebouw van VVD voor de prijsuitreiking rond, ja, in juni denk ik. Over drie kwartier de prijsuitreiking, mensen. En het wordt al drukker hier aan de finish. En we wachten natuurlijk nog op de derde vrouw van de 10 kilometer. 2:23. Bloedzweet gedaan, hij is binnen, goed gedaan. Hij is over de finish. Goed gedaan. De derde vrouw. Goed gedaan. De derde plaats. Jawel. 271. Ook die zijn binnen. Chris komt ook over de finish. Goed gedaan, man. Even een zweetje nog, jongens. De laatste loop is zweven het zwaarst. Thank you.
ook gaan, op 18 dus. Ja, en alle deelnemers die mee hebben gedaan, worden verzocht om straks in het clubgebouw van VVW mee te doen met hun startnummer voor de loterij. En dan weer een dame over de finish. Goed om te zien. Nummer 4 van de dames. Nummer 5 van de. Het gaat hier zo snel. Goed gedaan allemaal mensen. Thank you.
We hebben niemand die daar rijden. Ik geef zo meteen mijn De klok staat op 53 minuten momenteel en we wachten nog op zo'n 50 à 60 deelnemers die gaan finishen hier. Dit is ongeveer 240ste deelnemer van de Hugo Kagelloop. Goed gedaan, gefeliciteerd met deze overwinning. Anton, jij hebt het gehaald. Bloed, zweet en tranen, goed gedaan. We kunnen natuurlijk niet alle mensen opnoemen, maar ik vind het heel knap dat jullie allemaal meedoen. En draai je startnummer, want dat is namelijk je lot in de loterij. In het clubgebouw van de VVW. Jawel, goed gedaan. Misschien hebben we een leuke categorie. Dat is een Nederlandse finisher. We hebben Hugo Kagelloop. Ja, vind ik heel origineel. Achteruit, goed te kijken. Fantastisch. Voor mij een momentje waar de personen er niet goed op zijn. Dan kunnen we even welke nummers we zien. Ik wil het vanavond online zetten met ook de startklok van 5 en de 10 ook in beeld. Ah, oké, zo. Oh, die nog even die zet ik gewoon op in beeld. De laatste meter. Kom op, goed gedaan. Hij is uitgevallen. De laatste lopen zijn het zwaar. Nog even een beetje hier. Ja, het kan hier allemaal bij de finish van de Hugo Kagelloop. Ik zet gewoon alles op mijn eigen kanaal, hoor. Ik zit alles op YouTube. Ja, we hebben het vandaag goed genoeg. Trek door, ga door, zit door, goed gedaan!
graag even commentaar op Facebook, maar ik stond op de foto. De laatste paar. Dat is hoor. Deze jongeman komt ook binnen, goed gedaan hoor. En er worden foto's gemaakt. Zorg dat je er natuurlijk een beetje leuk op staat. Met het snot voor je ogen. Lekker door de Venus. Dat maakt ons niet uit. Want die mooie foto's kunnen ze allemaal bekijken op tafloop.nl. Binnen 48 uur. Ja, of binnen 48 weken, weet ik niet. 48 uur. Zullen we afspreken dat ze morgenochtend online staan? Morgenavond. Ja, kom Marieke! Zet door, kom op! Altijd 5 gedaan en nu voor eerst die 10 kilometer. Goed gedaan. Wat een super kan je zien bij Hugo Tavlo. En het zou gaan regenen vandaag mensen, maar het is nog steeds lekker weer. Het is droog en fris. En een lekkere borrel gaan we straks wel in, denk ik. Een wippertje of zo. Of een berg of zo, een slokje. Hebben we dat, Rick? Ja, hè? En ik drink erop in 1 minuut 30. Ja, ja, is mijn tijd. Kijk eens aan wie we daar hebben. Goed gedaan. Facebook, video, YouTube. Nou, alles staat erop. Foto's op Facebook. Op onswestfriesland.nl. Inderdaad. Jezus man. Je hebt... Het is wel de concurrent van de Minding, hè? Dus, ja, even kijken wat je zegt, hè? Je maakt er wel werk van weer. Dan krijg je Richard weer achter je aan. Ja, oh, nou, daar ben ik niet bang voor. Nee, dat maakt mij niet uit. Ik heb hier nog een video en daar de rotaanpaal bij Hugo. Dat is een timelapse die ik nog maak. Goed, hè. Echt helemaal meelopen, hè? Goed hoor. Ja, Gerrit! Multimediaal. En de tijd staat nu precies op 60 minuten. We hebben het uur hebben we alweer volgemaakt. En we wachten denk ik nog op zo'n 30 deelnemers. Zoiets. Ja, zoiets. 30 deelnemers nog. Ja, nog 29 deelnemers. Goed gedaan. Ik heb me net laten vertellen dat het ook allemaal straks online te vinden is, want er wordt namelijk ook gefilmd. Het wordt dubbel gefilmd. Het wordt dubbel gefilmd. Ja, wat wil je nog meer in deze tijd, jongens? Alles digitaal. Het wordt steeds mooier, steeds beter bij de Hugo Kaagloop. En dan kijk je natuurlijk op kaagloop.nl voor alle foto's die vandaag zijn gemaakt. En natuurlijk onswestfriesland.nl. Ja, ik noem het toch even op. Ja, waarom niet? Ik wil een kaagloop op de website. Ja, nee. Ja, vind ik ook. Als hij ze mij even doorsturen, dan gooi ik ze er ook bij in. Come on!
Ja, duimpjes omhoog. Vind ik leuk. Ook goed gedaan. Ja, ik vind het toch wel een leuke categorie. De meest originele finisher. Of finisher, mag ook. Voor volgend jaar. Nieuwe categorie.